First leg, it's Carla to throw first. Game on. Forty-one, 59, 100.85, 43, 81, 60. Five, 60, 100. 137. Trini require 121. 96. Carly requires 60. 20. Trini require 25. 25. Yes, that's game shot and the first leg. Trina Dolliver. Second leg is Trina to throw first. Game on. Ja, en de eerste leg is niet naar Carla Molema gegaan, maar wel naar deze Trina Gulliver, 68. Golden Girl. En dat betekent dat Molema 55. Dus achter Gulliver aan moet meedoen, omdat die eerste leg de leg was die Molema was begonnen. Het is een kort format bij de dames, ze spelen 41. Best of 7 legs. Je hebt er 4 nodig om de overwinning te pakken. En tot nu toe is ook het damestoernooi niet echt het toernooi van de Nederlanders. Daisy van Driel verloor gisteren van Julie Gore. Dat was 1 Nederlandse eruit. En Frances Hoenselaar verloor gisteravond ook. 44. Weliswaar van de nummer 1 van de wereld. De Russin Irina Armstrong. Maar dat was Nederlandse nummer 2 eruit. Dit is Nederlandse nummer 3. 140. Carla Molema. Zij moet het dus opnemen tegen zevenvoudig wereldkampioene Trina Gulliver. 140. Later vandaag hebben we dan nog 1 Nederlandse dame over. En dat is Floortje van Zandvoort. 140. Trisha Wright. Molema verliest de flight. Die mag ze nu oppakken. Het is in ieder geval een hele goede leg van Molema. 55. 107. Carly require 107. Molema 20 gegooid, triple 17. Voor dubbel 18, maar de triple 17 valt niet. 47. Dus mag Gulliver terugkomen. Trini require 153. 153. Geen triple 20.
97. 60 voor Molenaar. Carly requires 60. 20 en tops. Dat is de 20. Tops over. En tops. Yes, that's game shot at the second leg. Carla Lima. Third leg is Carla to throw first. De derde leg gaan game on. Het komt uit Blerik. Deze 41. 21-jarige Nederlandse. Gulliver is natuurlijk de dame die alles 59. heeft gewonnen al in haar carrière. Ik zei het al 7 keer, won ze Lakeside. Ze won Winmar World Masters, het andere grote toernooi, ook al 5 keer. 60. Dus de enige grote titel die op haar palmares nog ontbreekt is eigenlijk deze Zuiderduin Masters. Vorig jaar verloor ze de finale van Lisa Ashton. Dit jaar zal ze zeker 81. willen één plaatje beter te doen. Gulliver heeft natuurlijk het damesdarten de afgelopen 10 jaar gedomineerd. 60. Maar het moet gezegd worden dat de laatste paar jaar haar stempel wat verflauwt op het damesdarten. De laatste 2 jaar al geen wereldkampioene geworden. In 2008 de Russische Anastasia Dobromyslova die haar in de finale versloeg. En vorig jaar natuurlijk Frances Hoenselaar die de WK-titel pakte. 100. En ook dit jaar is het allerminst zeker dat Gulliver zomaar even met de titel aan de haal gaat. De loting voor het wereldkampioenschap is inmiddels geweest. En in de eerste ronde treffen Gulliver en Hoenselaar elkaar. Dus dat is zeker geen 100. loting. Voor beide dames niet. En daar komt nog bij dat een dame 34. Trini Require 161. Een stuk minder fanatiek heeft gespeeld. Die dame is Dita Hetman. Die is terug aan het front. En die heeft afgelopen jaar al bewezen dat ze absoluut in staat is 60. om de top van de dames aan te kunnen. Dita Hetman zou wel eens de favoriete kunnen worden voor Lakeside. Maar goed, 60. dat is over een maand. We zijn Trini nu Require, in Egmond aan Zee in Hotel Zuiderduin. En Trina Gulliver kijkt naar een 101 finish. Begint met een 5. Dat betekent 96 over. Triple 20 voor dubbel 18. Mist de triple 20. Even goed kijken, maar hij zit er echt naast. 76 over, nog steeds triple 20. En nu 85. Is het wel dubbel 8 over. Carly Require, 146. Triple 20 is gevonden. Triple 18, niets. Probeer de triple 20 nog een keer. Die gaat ernaast. Nou, 90. Komt Gulliver terug voor dubbel 8. Trini Require, 16. Opzij, tegen die eerste aan. Nu wordt het lastig. Want van waar Gulliver staat, is het helemaal geblokkeerd, de dubbel 8. Ze kijkt ook, je ziet het, links, rechts, toch vanaf rechts. Ik denk niet dat er heel veel ruimte is daar. Nee, dat was inderdaad dus te weinig Carly ruimte Require, voor Gina 56. Gulliver. En zo mag Molenma op 56. 16 gegooid, tops. Dubbel 10, nog één pijl voor Carla Molenma. En die pakt ze. Ja, je moet de dubbels pakken om de titels te winnen. Dat is een hele makkelijke statement. Game on. Maar oh zo waar. Gulliver opent met 45. En als je daar nu meteen even overheen kan klappen... Dan ziet het er goed uit. Kijk eens, triple 20, triple 20 en nog een triple 20. Voor Molenma. Dat is een prachtig begin van de vierde leg. 60. En zo brengt Gulliver toch in de problemen nu. Kan ze dit volhouden? Komt het eruit? Vandaag op 60. dit podium, zaterdagmiddag 12 december. Wordt dat dan het punt waarop Molenma gaat doorbreken? Of geeft Gulliver nog niet af? 139! Dat is een goede leg hoor. 100! 9 darts op 161. Gulliver 100 punten achter.
Maar die heeft ook alweer een triple te pakken. En nog eentje. Ja, Gulliver is natuurlijk... Die wordt niet zomaar nummer 1 140. Van de wereld. Je wordt niet zomaar wereldkampioen. Carly Lacroix, 161. 161. Kan niet meer uit. Maar goed wegzetten nu. Ah, dat is 55. Triple 5. Trini Lacroix, 117. Triple 20. Niet gegooid. Triple 19. Voor tops. The Golden Girl. Trina Gulliver. Oeh, 97. Geen 2-2 van. Carly Lacroix, 106. Dit zou mooi zijn van Mollema, zeg. Triple 20 niet. Triple 18 ook niet. IJzerdraad, maar wel mis. 58. En dan komt Gulliver terug voor dubbel 10. Trini Lacroix, 20. Zal het zomaar weer 2-2 zijn. Naar dubbel 5. Een pijl voor Trina Gulliver en ze mist 15. De dubbel 5. En ze geeft ze dus weer Carly de kans Lacroix, aan Mollema. 48. De vorige leg profiteerde ze prima. Nu 8 en tops. Nog eentje over. Nog eentje over. Nog eentje 28. Over. 28. Ja, dan is dan toch de spanning, toch de druk. Die ervoor zorgt dat je mist. 5 voor Gulliver. Die heeft een enkele 1 nodig. En die mist de hele 1. Carly Lacroix 20. Ai, Trina Gulliver. Gaat hier 3-1 achterkomen als Mollema dubbel 10 gooit. Of dubbel 5 met de laatste dart. Ai, zeg. Oh, de laatste was wel heel ver mis. Slippertje van Mollema. Gulliver weer op 5. 1 en dubbel 2. Oh, yes, that's game shot. Als je zoveel kansen krijgt als Mollema hier gehad heeft. Fifth leg is Carla to throw first. Dan moet je die kansen wel pakken. Kansen dat van zich afzetten. Ze 123. Weer goed. 23. Mollema. 81. Twee keer al op Lakeside. 2007 en 2009. 100. In 2007 verloor ze daar in de eerste ronde van Trina Gulliver. 2009. 100. Francis Hoenselaar die te sterk was voor Mollema. Kortom, als Mollema meedeed op Lakeside, verloor ze altijd van de wereldkampioen. 85. ...193 voor Mollema. Goed wegzetten nu. Ergens rond de 100 uitkomen. Zou mooi zijn. 59. Lukt niet helemaal. Maar goed. Gulliver is er ook nog niet zo ver. 83. Carly Lacroix, 134. Geen triple 20, dus geen finish. Maar vooral, en dat is toch wel een beetje kenmerkend, slecht weggezet hoor, door Mollema. Als je vanaf 134 begint en je houdt 104 over, is dat niet goed genoeg. Gulliver gaat hem beter wegzetten. Zo niet finishen, triple 20 is al raak. Bullseye of triple 14. Bullseye geprobeerd, gemist. Maar wel tops overgelaten. 102. Kijk, dat is goed wegzetten. Carly Lacroix, 104 nu. Die moet dan zo'n beetje uit. 20 gegooid. Triple 20 nodig. Nee. En dan in twee beurten tijd geef je een voorsprong weg. En ben je misschien zelfs wel de lek kwijt. Als Gulliver tops gooit. Voor een 3-2 voorsprong. Dubbel 10. Nog twee darts. Nog eentje over. Hij zit daar wel goed voor. Er tegenaan en dan vloept hij erin. En hij heeft vloept er ook in. Game shot. En de fifth leg. Trina Gulliver. Trina Gulliver. 3-2 voorsprong. Nee. Sixth leg is Trina to throw first. Game on. En zelf in de zesde leg mag gaan beginnen om voor de wedstrijd te gooien. En mocht Mollema deze partij verliezen, dan zal ze zich nog wel een paar keer herinneren aan 100. De derde en de vierde leg. Met name de vierde leg, waarin ze zoveel kansen kreeg om die leg te pakken. 40.
100. Kan Molema nog terugkomen? Kan Molema nog wat trippels gooien? 60. 40 en 60 in de eerste twee beurten. Dat weegt natuurlijk niet op tegen de 2x100 van Gulliver. Dat is een mazzeltje van Molema, maar toch weet Gulliver er wel weer een trippel bij te gooien. Hij heeft het heft absoluut in handen. 41. En de lichaamstaal van Molema zegt ook een klein beetje, ik geloof er niet meer in. Dat is waar deze dame ook heel veel titels aan te danken heeft. Mentaal is ze heel sterk. 81. Ze kan een stootje hebben, kan goed met teleurstellingen omgaan. En weet dat om te zetten in positieve darts. 30. En kijk Molema, die Trini is de helemaal 140. Kwijt. 140 voor Gulliver. Voor de wedstrijd, triple 20 raak. Nog eentje. Voor dubbel 10, Trina Gulliver. Nee. 120. Nog niet naar de halve finale. Maar het lijkt toch echt een kwestie van tijd. Zoals het in de eerste ronde op Lakeside in 2007 ging, zo gaat het hier tweede ronde. Gulliver, dubbel 10. En Gulliver wint de partij van Carla Molema. En dus verliezen we wederom een Nederlandse in het damestoernooi. We begonnen met 4 Nederlandse dames. En we hebben er nog maar 1 over. Want ook Carla Molema verliest haar partij van de Golden Girl, Trina Gulliver.